Zo, daar zijn we dan weer. Nou, dan gaan we even kijken of het wat beter werkt nu. Pak ik even een mandarijntje. We waren eventjes eruit gegaan om even te kijken of de instellingen goed waren. Vrij snel gedaan. Ik heb nu de instellingen iets aangepast en ik hoop dat het dus ook inderdaad wat beter draait allemaal. We gaan het straks even zien. We gaan het even zien. We hebben een nieuwe streamer programma. We gebruikten in het verleden gebruikten we Streamlabs OBS. Maar die zijn aangepast en om een of andere Duitse reden doet hij het nou niet meer zo lekker als dat hij gedaan heeft. Dus misschien dat ik daar ook wel wat opnieuw op moet invullen. Ik weet het niet. Hoe dan ook, had ik niet zo heel veel zin in. En toen hoorde ik ervan dat Twitch Studio Beta ook een, of ja, dat Twitch een eigen studio of een eigen streamingsprogramma heeft. Dus ik dacht, waarom niet? Want de ruim wil niet blijven. Nou, we gaan beginnen. We gaan gewoon kijken of het nou wel doet. De streamchat wordt niet goed weergegeven, zie ik. Straks even naar kijken. Kan ik nu al even bewerken? Kan dat nu al even bewerken? Hij was iets te smal. Nou is het weer goed. Ik probeer hem even los te krijgen van de zijkant, maar... Ja, dat doet hij. Doe het zo. Zo. Ja. Oké, nou dat werkt ook. Dan gaan we nou Skyrim eventjes opstarten. These mandarins are said to be without seeds, but they have them still. Here we go. So, we're in Bleak Falls Barrow. Daar zijn we op het ogenblik. Ik ga gewoon verder in het Nederlands. Als ik hoor dat er iemand binnenkomt, dan merk ik dat vanzelf. Raid voor 5 mensen, hé? Dat is wel leuk. Hoe dan ook,
Big Falls Barrow. Kijken, die is leeg, die is leeg. Oh, dit draait een stuk beter, ja. Dit draait een heel stuk beter. Ach, weer de verkeerde knop. Steeds een handje van. Dit draait wel een heel stuk beter. En nog dropt hij af en toe naar 24, maar dan herstelt hij zich vrij snel weer. Dan moet hij het even warm draaien. Nu is het een dingetje. Even. Oké. Okay. Vier. Ja, wacht even. Ah ja. En jij wacht hier. Don't keep me waiting too long. Echt. Jij vindt alles al te lang, dus wat dat betreft. Om te lachen, kerel. Lachen.
Jammer dat je je volgelingen niet met een fluitje kan roepen. Dan kan roepen zo van, hey hoor, je kan weer komen, het is veilig. Allemaal gedaan. Heel, houd toch op. Ja, dat je er niet overheen gaat stappen. Dat bedoel ik dus. Who was going to do that? You? Hey. Kerel, niet zo possessief, hè? Kom. Yeah. Hey.
Geen arrows? Oké. Okay. Ik wil mijn poesbouw. Mijn poesbouw. Bouw. Poesbouw. Hoi. Hoi poesbouw. Hoi. Hoi poesbouw. Lekker liggen. Lekker liggen. Ga maar liggen. Yoda, laat haar. Kom maar. Hup. Ben je erop? Kom maar. Doe maar. Ga springen. Nee, lukt het niet. Beetje opruimen hier. Ik ruim een beetje op voor jou. Nee? Nee, ga nou weg. Oh. Pientje, kom maar. Is oké. Ik ruim een beetje op. Kom maar. Motje, kom maar. Maar dan ga je hier liggen. Kom maar. Hier liggen. Maar. Dan kun je hier gaan liggen zo. Dan heb je alle ruimte hier zo. Zie je niet? Nee, wil je daar niet liggen? Wil je op mijn schouder? Kom maar. Kom maar. Mag ook. Mag ook op mijn schouder hoor. Ja hoor, dat kan best. Kom maar. Hup dan. Nee. Lieve poes. Nee, niet op mijn schouder. Ik denk jij komt vast. Maar niet dus. Oké, dan niet. Hoeft niet. Hoeft niet. Oké. Oh, wacht. Laat het lief zijn. Goed zo, Yoda. Gewoon lief zijn. Ga je best. Oh. Oké. Okay.
Here we go. Ga toch niet bij die dode rat liggen, hond. Hoor je wel. Hond spoort niet. Was ook niet. Bootje, ga ze af. Ik moet zo even de hondjes uitlaten. Kijk. Wat anders. Wij ook eten. Oh, maar ik heb wel dat ik inderdaad mezelf kan. Twee, drie, vier. Ja, we kunnen hem ook naar beneden lokken hoor, Bishop. Kom. Dat kan ook. Alles is mogelijk, zeggen we dan. Hier, Bishop.
Volgens mij moet dat het zijn. Dan kijk. Weer mot. Ja hoor, dat is hem. Altijd standaard. Twee keer draaien. Bij deze tenminste wel. Bij deze is het standaard twee keer draaien. Dat is echt gewoon... Eventjes wat paard doen. Wacht even hier. Oh. Oh boy. Sorry jongen, af en toe is dat even nodig bij jou, schijnbaar. Don't keep me waiting too long. Nee, don't worry. Het is een bug die nog steeds niet verholpen is. Kom op. Ring. Dus niks. Ga wel. En kissie. Ja. Twee keer zie en dan is er nog één. Denk ik hierboven. Dat is er eentje, er staat er nog ergens één. Waar is die dan? Waar is mijn tweede kistje heen, jongen? Oké, nou ja, schijnbaar ben ik die dan kwijt of oké. Zo, hallo. Hi, je mag me volgen. Okay. About time. About time. Goed hoor, jongen. Hallo, wolfje. Jij mag ook weer mee. Maar mag ook weer mee. Voordat we dat doen, ken je al langer dan vandaag, vriend?
Hoppa. Nou, hij is al dood, hoor. Doe weer eens. Hartstikke dood. Ah. In de wraps. Pop mag weten waarom dat is, maar... Kan ik om het vuur gaan te houden, denk ik dan. Nou, kom maar, jongen. Oh. Nou, even wachten totdat ze komen. Ja, zijn we zover? We zijn zover. Mooi zo, kom maar. Kom, kids. Waarom niet? Hey, kom. And there we go. Even hier ligt niks. Geen. Oh, daar ligt hij. Nou. En dan moeten we naar beneden zien te komen. Something like that without another motive behind it. Ah, fine. How did I become a ranger? Like why anyone else sells themselves. I was raised with the skills. The difference is that I was taught them to survive, not for profit. Not an honest kind of profit, anyway. I started ranging about 7 years or so before we met. Word got around I could track runaways or hunt meals for fat, lazy nobles. Whatever. I didn't plan on it, but they had gold and I had a bow, so I became their ranger. What about the illustrious woman before me? You're so nosy about my life. Ah, Hammerfell. Far cry from Skyrim, but close enough to trade mammoths. Giant still. I think that place gave me a permanent tan. You know what? Our pasts are our pasts. We're not going to make the future any better by going on about them. As for the present, isn't there somewhere we had to be going? Some long-lost hat to be retrieving? No? Now, if all else fails, there's always the inn. Yep, there's always the inn. And that's where we are not going. Yep. Er was een... Ah, daar.
Maar even af, Bo. Af. Maar even af. Wandering alone for so long, I thought I'd never see another soul again. I was kidnapped by these bandits weeks ago. They locked me up in the towers near Mistwatch. I managed to pick the lock and slip out while the guard slept, but now I'm completely lost. Can you help me, please? Oh, thank you. But I should be fine now that you've shown me the way. But those bandits have to be stopped. They're at Mistwatch. Here, let me show you on your map. If you can stop them, you'll be a true hero. Ik zal mijn best doen voor je wijfje, maar ik kan niks beloven. Jezus, dat staat er ook. Oh my lord. Right. Die gaan we dus maar even niet bezoeken, denk ik. Ik wou net zeggen, het ziet er niet echt goed uit hoor, als je zo vast zit. Alleen maar in Skyrim, jongen. Alleen in Skyrim komen vosjes vast te zitten. Tegen hun lijf.
my sister do anything foolish. You found it. There it is. Strange. It seems smaller than I remember. Funny thing, huh? I'm going to put this back where it belongs. I'll never forget this. You've done a great thing for me and my sister. Oh. It means so much to us to have the claw back where it belongs. Thank you. You're welcome. Papa isn't too friendly with strangers, but you seem all right. Good dog. Orgnar, are you listening? Hard not to. The ale is going bad. We need to get a new batch. Let's drown this place in wine. Yep, ale's going bad. I guess you don't have potatoes in your ears after all. Just make sure we get a fresh batch in soon. Welcome. Let me know if you want anything. I think I got a clean mug around here somewhere. You're that visitor been poking around. I'm the innkeeper. It's my business to keep track of strangers. Feindolf thinks he can woo Camilla Valerius away from me. She's already mine, I keep telling him. Lucan's got a little bit of everything at the Riverwood Trader. If you need weapons or armor, see Alvor, the blacksmith. At the Bard's College in Solitude, they train bards and skalds like myself. If you go there, talk to Viarmo. He's the headmaster. I'd better get going. Yep. Indeed. Yep, got something for me? Yep, I've got arrows for you.
leaving anyway. Feel about surprise. If I tell you, it won't be a surprise. Come on, get your nose out of that map and just follow me. What'd you guess? No, no, seriously, come on. It's better than a tree stump. Damn it. Until you face them in combat. Pray to Stendar while you can. Take my blade. Oh. Oh, sorry, ik zag hem niet. Give me a moment, Ward. Long time ago. My first home in Skyrim. Okay, gaat helemaal niet goed hoor, dit. Karnwyr as a cub. I haven't been here for... Damn. Always feels longer than it actually is. I've never brought anyone here before. Oh, come on, like that wasn't fun? Those ones deserved it just for being here. Still, no, that's not why I brought you here. I made the first good decision of my life here. I wanted to make you a part of it. I'm still not being clear, am I? You're here because... Trust doesn't come easy for me. To me, this is the most important place in Skyrim. Bishop is standing right here. Just took a chance and told you he trusts you. Are you willing to do the same? To trust me?
Okay. Okay. Right. Okay, Bishop. Okay, thank you. Right. Hey. Hello. You only just noticed? No, not just, but... If I'd known you'd react like this, I would have done it sooner. Yeah, so... Not exactly a romance kind of guy. Come on, let's get back out there. Dragons aren't gonna kill themselves. One sec. We hebben hier allemaal hele mooie spulletjes. Nope. Hey, Bishop, I don't know what to think of this. There are dead people down here. I don't know. Normal? Bishop! They had dead people down here. Hello. My side? Sure. Need something? He's on my side. Okay. This one needs something? Hey, maar hoe kom jij aan mijn side? Doe je? You're on my side. Ever.
direction do I need to go? Hey, wat nou? Oh.
Already someone wants me dead. Marvelous. Might as well take it all.
There we go. Ja, ik denk toch dat ik dit even opnieuw moet. Dat niet helemaal zoals moet. Nou wel. Voor een volgende keer. Ik ga er nu mee stoppen. Ik ga er nou mee stoppen. Alweer. Leuk geweest, ik ga mijn hondjes uitlaten. Klaapie. Kwart over één. Morgen weer. Voor nu zou ik willen zeggen. Was leuk. Wel voor jullie aanwezigheid. Matthias. Thanks voor de raid. En de profit rule. Thanks for everything. For your presence. For your fun. And your information. Also Matthias. Thank you for your information. And your help. Both of you. Spike, leuk dat je er was. Panda Koen. Is de morfine. This is Veronica. All of you. Thanks for being here. I'm missing some people still, but don't take this as an offense. I'm trying to basically train my brain and remember all of you. I don't. But. Have a great time. Thank you all for being here. Wish you all a very pleasant night. And I hope to see you very soon. Bye.